We willen iemand op de preekstoel die durft. Die vindt dat het christelijk verenigingsleven erg belangrijk is. En als u bent, zoals wij meenden te horen uit uw preek, dan zou ik zeggen, dominee, kom dan naar Stevenskerke. En dan niet als knecht van de hogeren, maar als dominee voor de hele gemeente. Ik weet niet goed wat ik hierop zeggen moet, mensen. Eerlijk gezegd hadden mijn vrouw en ik al besloten om in geen geval naar Stevenskerke te gaan. Maar ik moet hieraan toevoegen, juist om de redenen die jullie nu aangestipt hebben. Ik zou zeggen, geef ons nog even de tijd. Mijn vrouw en ik zullen ons ernstig beraden over wat ons te doen staat en we zullen jullie niet lang in het onzekere. En, wat zeg je ervan, Dine? In 40 jaar niets gebeurd. Heel de wereld schudt op zijn grondvesten, maar in Stevenskerke is al die tijd niets gebeurd. Het waren sympathieke knapen, hè? Erg sympathiek. En één ding weet ik zeker. Als we erheen zouden gaan, dan zou er heel wat gebeuren. Als we zouden gaan. We gaan, Dine. We gaan. Het geslacht van Garderen. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Barend de Graaf. Vanavond hoort u het 18e deel, een onvoltooide brief. Wat is er met u, juffrouw? Ik voelde me niet zo goed, maar het gaat nu alweer wat beter. Weet je waar deze weg naartoe leidt? Ja, naar Huize de Bunt. U bent toch meneer van Garderen? Die ben ik, ja. Maar wie ben jij? Ik ben Gonda Dijk. Gonda Dijk? De naam zegt me niks. Maar dat snuitje van je komt me wel bekend voor. Wilde je me spreken? Niet u, maar Dine. Dine? Ken je die ook al? Ja. Uw zoon Herman had toch een kamer in Utrecht, bij vrouw Dijk? Nou, daar ben ik de dochter van. Oh ja, nu zie ik het. Jij was er destijds ook bij, toen mijn zoon er zo ziek bij lag. Ja. En je wilde Dine spreken. Nou, ik zou zeggen, stap maar in. Graag. Fort. Vertel eens, niet dat ik nieuwsgierig wil zijn hoor, maar waar wil je mijn schoondochter over spreken? Nou? Dine heeft me laatst gezegd dat ik, Nou, wat heeft Dine gezegd? Zeg het maar. Als ik geen raad meer wist, dan kon ik altijd bij haar aankloppen. Zo. Heeft Dine dat gezegd? Ja. En weet je nou geen raad meer? Nee. Hoe weet je eigenlijk dat Dine op de Bunt is? Dat hebben ze me in Vreeswijk verteld. Bij de bewaarschool waar ze gewerkt heeft. Oh. Nou, ik moet zeggen, je boft. Want mijn zoon Herman en Dine zijn vandaag voor het laatst bij me. Morgen vertrekken ze naar Stevenskerke. Naar Stevenskerke? Ja, daar wordt mijn zoon dominee. Maar vertel eens. Je bent...
Je bent zo gezegd in gezegende omstandigheden, is het niet? Ja. Enfin. Dat zijn zaken die je beter met Dine kunt bespreken. Dus Frits wilde dat jij met die huisknecht ging trouwen? Ja. Vind je die huisknecht wel aardig? Aardig? Ik heb hem nooit gezien. Wat zeg je me nou? Nee, ik heb hem nooit gezien en hij mij ook niet. Nou, breek mijn klomp. Je werd dus zo'n beetje uitgehuwelijkd. Ja, en dat wilde ik natuurlijk niet. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, en mijn moeder wil me thuis niet meer zien. Toen heb ik een baantje gekregen bij de herberg van Tielemans in de Hoogstraat. Maar daar ben ik nu ook mee gestuurd. Nou weet ik het niet meer. Nou, stil maar. Stil maar. Wij zullen hier met z'n allen heus wel een oplossing voor je zien te vinden. Blijf jij maar even hier. Dan zal ik. Zo staan de zaken. En wat vind jij van het idee, Herman, om haar mee te nemen naar Stevenskerken? Als jij dat aan kunt, als jij dat een goede oplossing vindt, dan vind ik dat best. Nee, niet wat ik vind is belangrijk, hoe jij het zelf vindt. Lieve schat, wat wil je nu dat ik zeg? De pastorie in Stevenskerk is groot genoeg. Maar wat zullen de gemeenteleden er wel van zeggen? Als jullie daar komen aanzetten met een... Hoor eens, vader. De pastorie zelf, het huis, dat is van de gemeente. Maar in de pastorie, daar is het ons domein. Nou, dan kunnen wij als gast ontvangen en onderdak verlenen wie we maar willen. Dus zal ik Gonda maar zeggen dat ze in elk geval de komende tijd mij op de pastorie kan komen helpen? Nogmaals, ik vind het uitstekend. Mensen, dan zie ik toch een betere oplossing. En die is? Morgen vertrekken jullie naar Stevenskerken. En dan blijf ik hier alleen achter. Waarom zou Gonda niet voorlopig op Huis de Bunt haar intrek nemen? Als er ergens plaats voor haar is, dan is het wel hier. Tja, als u dat wilt. Dat is natuurlijk ook een oplossing. Ik weet uit ervaring, vader, dat Gonda heel goed kan koken. Als het eten bij mijn hospita echt lekker was, dan bleek altijd dat Gonda had gekookt. Kijk eens aan. Dat probleem is dus ook al uit de wereld. Maar in ernst, vader. Denkt u heus niet dat het te veel voor u wordt? Echt niet, Herman. Ik heb graag wat leven om me heen. En daarbij komt dat ik een zwak heb voor vrouwen in gezegende omstandigheden. Oh. Dus, Wat wilde je zeggen, Dine? Dus ik kan dadelijk altijd ook nog bij u terecht. Je wilt me toch niet zeggen dat jij ook... Dine, wat vertel je me nou? Denk je heus dat jij... Ja, Herman, ik geloof het vast. Oh, liefst. Wat enig. Wat heerlijk. Gonda, ik kan niet anders zeggen dan dat het me weer heerlijk heeft gesmaakt. Prettig te horen, heer Van Garderen. Wilt u nog koffie? Dadelijk. En dat zal ik dan zelf wel klaarmaken. Oh, maar ik kan best... Gonda, je weet wat we afgesproken hebben, hè? Je mag hier zo lang blijven logeren als je zelf wilt. Maar je moet me gehoorzamen. En als ik zeg dat ik voor de koffie zal zorgen, dan duld ik geen tegenspraak. Begrepen? Zeker, meneer Van Garderen. Maar vertel eens, hoe lang denk je
dat het nog duurt voor we het feest hebben. Feest? Wat voor feest? Wat voor feest? De blijde gebeurtenis natuurlijk. Dat weet ik niet precies. Dat heeft Dine me niet verteld. Ik bedoel ook niet de blijde gebeurtenis bij Herman en Dine. Maar die bij jou. Het is maar wat u een blijde gebeurtenis noemt. Ja, Ronda. Elke geboorte is een blijde gebeurtenis. Is een geschenk van de hemel. Ook bij jou. Nou, hoe lang dacht je nog? Ik weet het niet. Een week of twee. Heb je al over een naam nagedacht? Ja. Zo, zeg ze eens. Als het een meisje wordt, dan noem ik... Nee, ik zeg het nog niet. Dat blijft een verrassing. Ook voor mij? Ook voor u. Nou, en als het kind er is, dan laat ik een grote advertentie zetten in het nieuwsblad van Vianen. Op mijn huis de Munt is heden geboren... Pietje of Klazientje, kind van Gonda van Dijk en Frits Brunesse. Dat doet u niet. Nou, reken maar van wel. Heb je nooit meer iets van hem gehoord? Hij zei dat hij naar Afrika ging. Oh, dat is natuurlijk grootspraak. Hij wil jou om de tuin leiden. Ik denk dat ik een deze dagen toch eens met dat heerschap ga praten. Ik zou niet weten waar u hem zou kunnen vinden. Nou, dan ga ik gewoon naar dat kasteel. Hoe heet het? Dat daar in de beeld. Huize Ypenburg. Dat moet u niet doen, meneer Van Garderen. Dat is nu al de tweede keer dat je me iets wilt verbieden, Gonda. En dat is ook tegen de afspraak. Maar nou iets anders. Denk je dat je morgen in staat bent om mee te gaan naar Stevenskerke? Hoezo? Morgen houdt Herman er zijn eerste preek. Ik weet het niet, meneer Van Garderen. Ik zal kijken hoe ik me morgen voel. Ik wil natuurlijk wel graag, maar... Zie maar, mijn kind. Zie maar. Ik ga natuurlijk in elk geval. Ik ben benieuwd hoe dat Joch het er afbrengt. Ik hoop maar dat hij meteen goed van leer trekt. Want ik zeg maar zo, de eerste klap is een daalder waard. Maar waarom lach je nou? Dine zei laatst ook al dat u van die merkwaardige uitspraken deed als u het over een dominee had. Ten slotte wil ik nog eenmaal de tekst lezen uit de eerste brief van Johannes, waaruit ik voor het eerst als uw predikant het woord heb bediend. Wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Wat een heerlijk evangelie. Er staat duidelijk, wij weten, niet wij hopen. Nee, het staat vast dat wij zijn overgegaan naar een leven van liefde. Maar nu staat er een lastig woord in onze tekst. Namelijk het woord dewijl. Dat betekent omdat. En daar komt het nu op aan, broeders en zusters. Wij leven allen in de Heer omdat we elkaar lief hebben. Dan zijn we Gods huisgezin. Wij zijn allen gelijk. Hier in Gods huis, maar ook daarbuiten in de wereld. Nee, wij zijn niet gelijk in geld, in bezit. Maar wel in de liefde tot elkaar.
broeders, zusters, kinderen en grijsaards, hebt gij uw medemens lief, dan zijt ge overgegaan uit de dood van hebzucht, onbegrip en trots naar het leven van de liefde. Dan bevordert gij rijken het geluk van de minder bedeelden. Want de vruchten van de liefde zijn begrip voor en mededeelzaamheid aan je naasten. Dan heeft de knecht zijn baas lief en de baas zijn knecht. Zo niet, luister dan nog eenmaal naar die verschrikkelijke zin waarmee onze tekst eindigt. Zo niet, dan blijft gij in de dood. Amen. En? Wat vond u ervan, vader? Heel goed, Dine. Die jongen heeft het drommel goed gezegd. Dat kunnen die rijken van Stevenskerken in de zak steken. Oh, maar Herman heeft zich in zijn preek heus niet alleen tot de rijken gewend, hoor, vader. Nee. Maar ze kregen toch wel hun portie. En wat van u van onze nieuwe dominee, meneer Lagerbij? Ik moet er nog eens rustig over nadenken. Maar op het eerste oog niet ongunstig. Ik dacht anders dat die... Wat dacht je, Hannes? Eigenlijk niks. De dominee moet hier eerst nog maar eens een tijdje langer zijn. Dan leert hij de gemeente wel beter kennen. Hij zei trouwens behartenswaardige woorden, Hannes. Waar dan, meneer Lagerwijn? Dat de knecht zijn baas moet lief hebben, Hannes. De knecht zijn baas. Zeker, baas Lagerwij. Meneer Van Garderen. Wat is er, Gonda? Meneer Van Garderen, ik geloof dat... Dat het zover is. Ja? Ga jij maar rustig liggen. Ik zal ogenblikkelijk de dokter laten halen. Doris, neem ogenblikkelijk de sjees. Span de goudvos ervoor en zorg dat je binnen een half uur met de dokter hier weer terug bent. Begrepen? Zeker, baas. En, dokter? Uw protégé heeft het leven geschonken aan een kerngezonde zoon, meneer Van Garderen. Mooi zo, dokter. Mooi zo. En, ik heb een verrassing voor u. Uw protégé heeft mij verklapt hoe haar zoon komt te heten. En? Zijn naam luidt Herman, meneer Van Garderen. Herman. Ik voel me zeer vereerd, dokter. En ik hoop dat de natuurlijke vader ook met deze naam zal instemmen. Want ik zal dit heerschap gauw eens met een bezoek. Ja? Meneer Brunesse, er is een brief voor u afgegeven. Uit Afrika? Geef maar gauw hier. Ja, ga je gang, Margreet. Van baron van Heelsum. Leopoldstad, 24 mei 1886. Dierbare vriend. Het is voor mij een droeve plicht je een ontstellende mededeling te moeten doen. Op onze tocht door de Belgische Congo is je zoon Frits plotseling ziek geworden. Hij werd geplaagd door hoge koortsen.
We hebben de reis onmiddellijk afgebroken en zijn naar Leopoldstad teruggekeerd. Het heeft helaas niet mogen baten. In Leopoldstad is Frits aan een onbekende tropische ziekte overleden. Oh, Frits, Frits. In het hospitaal is hij nog aan een brief aan jou begonnen. Maar het was hem niet meer gegeven deze brief nog af te maken. Niettemin heb ik gemeend je deze onafgemaakte brief toe te zenden. Het hoeft geen betoog dat ik je mijn diepste leedwezen betuig. En lieve vader, ik lig op het ogenblik in een hospitaal in Leopoldstad. Een vreemde tropische ziekte heeft mijn krachten geveld. En ik heb het gevoel dat ik deze ziekte niet zal overleven. Het is mij daarom een behoefte om te schrijven. En u te laten weten wat ik nog op het hart heb. Ik heb veel in mijn leven gedaan waarmee ik u verdriet heb bezorgd. En daar heb ik spijt van. Ik vraag u of u mij al mijn onbezonnen daden wilt vergeven. Maar naast dit is er nog iets wat mij bedrukt. Ik heb iets gedaan, of beter, ik heb iets nagelaten wat ik als man van eer, wat ik als zoon van u nooit heb mogen nalaten. Ik heb.